Welkom op de overdag van Rijnsburgse Boys. We gaan weer beginnen met het nieuwe voetbalseizoen, althans de voorbereiding van het seizoen 2014-2015. Rijnsburgse Boys heeft prachtige resultaten gehad tot nu toe in de topklasse. En natuurlijk gaan zij dit jaar weer proberen het kampioenschap te behalen. Waarom niet? Rijnsburgse Boys speelt altijd voor de titel. En ja, zeker dit seizoen moeten we de eer van de bollenstreek, de duimenbollenstreek, hoog houden. Want we zijn nog maar met zo weinig clubs hier eigenlijk helemaal de enige. We gaan beginnen met het voorstellen van de selectie, van de nieuwe selectie van Niek Oosterlee. En dat doen we vandaag op alfabetische volgorde. En dat betekent, we hebben niemand in de A, ja, die zit nog op de bank en misschien zien we hem vanmiddag nog spelen, maar die gaat zijn contract wellicht nog verdienen. Daar gaan we snel over naar de B. Hij begint aan zijn derde seizoen bij de Rijnsburgse Boys. Hij scoorde 3 goals, publiekslieveling, en hij heeft al meerdere keren de gouden uitgewonnen. Naar uw handen op elkaar voor Mark Houdenbergaard. En dan de man rots in de branding, zijn vijfde seizoen van Rijnsburgse Boys, dat begint ermee. Hij scoorde 11 keer, Ronald Drenner. Iemand die in de regel weinig doelpunten maakt, dat is een doelman. Hij begint aan zijn tweede seizoen van Rijnsburgse Boys, Rick van den Burg. En dat iemand natuurlijk waar we dit seizoen weer heel veel van verwachten. Hij begint aan zijn tweede seizoen met voor de 3 goal bij Rijnsburgse Boys, Martin van Ewijk. Wat zijn we blij dat hij er is. Hij heeft een 1 seizoen even bij de buren geprobeerd. Maar toch begint hij aan zijn 9e seizoen bij Rijnsburgse Boys, waar hij 35 goals scoorde. U aan elkaar van Bart. Hij begint al zijn tweede seizoen, hij scoorde 2 keer, rots in de branding, Jeroen Hesting. En dan iemand die vorig seizoen topscorer werd in het oplossen. Hij legde maar liefst 31 goals in het mandje. Zijn tweede seizoen met Rijnsburgse Boys, Rémy Ignacio. En dan een echte ui, zijn tweede seizoen in Rijnsburg 1. Vorig seizoen scoorde hij 6 keer, Jeffrey Collins. En dan een man die we misschien vorig jaar misschien wel te weinig in Rijnsburg 1 hebben gezien. Hij heeft heel veel gescoord in Rijnsburg 2 en gaat dat zeker doen in Rijnsburg 1 dit seizoen. Quincy van der Leeuw. Ook al iemand die aan zijn tweede seizoen begint, de Rijnsburgse Boys, aan de rechter van de linkervleugel, ik kan hem overal neerzetten, Café Martina. En dan de eigen jeugd die natuurlijk weer de kans krijgt, zijn tweede seizoen bij de selectie, Matthijs de Boy. Iemand die alweer 5 seizoenen bij Rijnsburgse Boys onder de lat staat, niet meer weg te denken, zou je zeggen, Richard Vrinkel. En ook een man uit de eigen jeugd, hij begint aan zijn tweede seizoen bij de selectie, BJ van den Hoever. Alweer zijn 6e seizoen bij Rijnsburgse Boys, hij scoorde 8 keer, Rashan Sabal. En dan de eerste nieuweling van vanmiddag, helemaal, hij komt uit Volendam, Leon Tol. De volgende speler hebben we al een aantal keer actief gezien, die kwam na de winterstop naar Rijnsburgse Boys. Hij kwam vanuit IJsland het in Rijnsburg proberen. We zijn blij dat hij er in het nieuwe seizoen er ook weer bij is, René Troost. En dan de man die de meeste doelpunten op zijn naam heeft staan van de huidige selectie.
Hij scoorde maar liefst 55 doelpunten in Rijnsburg 1. Zijn 13e seizoen, Danny van der Vijver. Je kan van vorig jaar een geweldig seizoen spelen bij Rijnsburgse Boys. Zijn 4e seizoen bij Rijnsburgse Boys 1, Kevin Westmaas. En dan de ervaring voorin, heel veel ervaring in het betaalde voetbal. Vorig jaar hebben we al van hem genoten. Zijn tweede seizoen met 7 doelpunten, Marvin Meix. En dan hebben we nog twee spelers die er vandaag niet bij zijn. Dat is de nieuwe man Cas Kruiser en onze derde doelman Max Lobel. Die moeten we daar nog even missen. Dan gaan we over naar de technische staf. Daar missen we vandaag Dick Heemskerk, Henk-Jan den Haan en Henk Bakker. En ik wil even voorstellen aan de mensen die er wel zijn. Allereerst onze hoofdtrainer Niek Oosterlee. En dan, ja, hoe lang is die al niet bij Rijnsburgse Boys? De wedstrijdanalist, de hersteltrainer, wat doet hij allemaal niet hier? U handen op elkaar voor de geweldige Arie de Haan. We hebben geweldige keepers, we hebben ook een geweldige keeperstrainer, Hans Schot. De materiaalman, ook dit seizoen hier, zijn we heel blij met de aanwezigheid van Kees Koemans. Onze hersteltrainer en fysio, inspanningsfysioloog Paul Smelts. En tenslotte, we op elkaar voor elftalbeleider Wim Brugmans. Dames en heren, dit zijn de mannen waar u het komend seizoen weer vol van gaat genieten. De selectie van Rijnsburgse Boys. Samen we terug naar de kleedkamer en komen straks bij het team stonden dan terug onder leiding van de scheidsrechter en de grensrechters. De scheidsrechter die we straks bij het duel Rijnsburgse Boys Leonie Bas hebben hier, dat is de heer Van den Helder. En de assistenten, de Jager en de Winter. Voor de wedstrijd zal er niet veel te worden gehouden in van het overlijden van Bert Lavan en van deze vliegtuigbrand. De plaats voor teams van Lea Rias en Rijnsburgse Boys. Bert Lavan was een van de vernieuwers van Rijnsburgse Boys. Hij was jarenlang bestuurslid en ook jarenlang begeleider van het eerste elftal. Jarenlang bezocht hij altijd de wedstrijden van zijn Rijnsburgse Boys. Wij willen hem graag met 1 minuut stilte herdenken. En in deze minuut gedenken wij tevens de slachtoffers van de vliegtuigramp.
tegen 0. Doelpuntmaker nummer 9, Reli Ignacio. Bij Leonidas ziet er twee van de spelers, nummer 19, Alper Kostorban en nummer 21, Ilias Chiabi. En bij Rijnsburgse Boers zijn in het veld gekomen onder nummer 5, Ahmed Ali, nummer 14, Mark van den Bogaard en nummer 15, Quincy van Boer. Rijnsburgse Boys komt op 3 tegen 0. Doelmaker de nummer 14, Mark van den Bogaard. Een 3-0 overwinning voor Rijnsburgse Boys in deze eerste oefenwedstrijd. Bedankt aan het arbitrale trio voor de leiding en dan natuurlijk ook Leonidas voor de komst naar Rijnsburg. We wensen jullie heel veel succes in de komende competitie. Dit was de eerste oefenwedstrijd. Volgende week dan staat de tweede op het programma. Volgende week zaterdag om 2:30 wordt er afgetrapt. De oefenwedstrijd tegen Voorschoten 97. Je wordt allemaal weer van harte uitgenodigd om daarbij aanwezig te zijn. Voor vandaag, dank ik u voor de komst aan de Wilmers en graag tot